Hoi en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. En eigenlijk vandaag maar een heel kort videootje. Eigenlijk een simpel praatje over de toekomst. Simpelweg. Uh, ik ben een beetje. En aan het uploaden op het moment. Uh, ik ben in ieder geval wel weer terug. Ik ben ook echt lange tijd weg geweest, maar we uploaden tenminste wel weer. Uh, ik wil het alleen even hebben over uh, het supportershome, bijvoorbeeld. Dat ten eerste dat heeft zijn eigen kanaal gekregen. De Voetbal Talkshow, om het even zo te noemen. Het soort podcastje, wat we doen, wat er eerst hier werd geüpload, is nu verhuisd. Uh, dat is gewoon het supportershome. Zo heet het kanaal letterlijk ook. Ik zal een linkje droppen in de beschrijving. Mocht je daarbij willen zijn. De eerste video staat al. Online. Het is gewoon met mij, Camille, Mitchell, Jeffrey, het gebruikelijke groepje wat je hier hebt gezien. Maar dan op een eigen kanaal. We vonden dat een beter idee om dat gewoon echt zijn eigen plekje te geven. En uh, ja, zo is dat kanaal nu ontstaan. Dus uh, abonneer op het Supporters Home. Wil je meer discussies zien over voetbal tussen mij en de rest? Dan het volgende. Ik heb natuurlijk in de afgelopen mode video al gezegd. Uh, ik ga het afsluiten. De huidige serie Ajax Career. die wordt afgemaakt in FC24. Liverpool kap ik mee. Kijk toch al. Ja, niet zoveel mensen naar. En we zitten gewoon een beetje in die transitiefase. Van de ene game naar de volgende. Ik ben nog steeds gewend FIFA te zeggen. Dus. Maar het is nu van de ene IAFC. Naar de volgende IAFC. Game 25 komt eraan. Pak het bij het. Twee weken. Dan, uh, dan is die wel uit. Ietsje langer misschien. Um, ik heb de exacte release datum niet in mijn kop zitten. Maar dat duurt niet lang meer. Voor die tijd ga ik FC24 Ajax carrière wel afsluiten. Dat seizoen gaan we afmaken. Dan is die serie klaar. En dan gaan we uh, ja, gewoon even tijdelijk wat andere dingetjes doen. Andere dingetjes uploaden. In plaats van IEFC24. Uh, en dan uh, wanneer FC25 uitkomt, dan gaan we gewoon volop knallen. Hij komt op een vrijdag uit. Ik verwacht de eerste video de zaterdag daarna. Uh, puur, ik moet door de week gewoon werken. Van uh, acht van tot vijf. En dan kan ik moeilijk nog in één avond en opnemen en editen wanneer het om carrière mode gaat. Want dat, ja, dat duurt gewoon best lang in totaal. Uh, en dat doe ik niet in één avondje. Dus, uh, of ja... ...om het online te krijgen. Ik doe het wel in één avondje, maar de volgende dag... ...komt het online, of zaterdag. Nou, wat gaan we doen verder? Ja, het wordt sowieso nice ajax mode. ...en we gaan daarnaast nog of Liverpool opnieuw doen... ...of een ander leuk team. Premier League-team of iets anders. Jullie mogen ook suggesties achterlaten in de reacties... ...maar ik wil met twee modes in ieder geval van start gaan. Dat zal nog zonder mods zijn. Ik ga ook niet eerst heel lang op mods wachten. Dat heb ik afgelopen jaar een beetje gedaan... Uh, en ik heb afgelopen jaar ik het sowieso te laat opgepakt. Dit jaar ga ik volledig vanaf release knallen met career mode video's. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik kijk er in ieder geval wel naar uit. Ik vond FC24 een beetje matig. Ik hoop dat FC25 beter is. Die eerste weken zijn sowieso altijd leuk. Dus daar heb ik sowieso wel weer zin in. En eigenlijk waren dat de enige nieuwtjes die ik heb op dit moment. Supporters Home is dus naar een eigen kanaal. Nogmaals, link staat in de beschrijving. Abonneer daar. Om uh, op de hoogte te blijven van die voetbaldiscussies. En uh, ja, we gaan dus FC 24 afsluiten. Liverpool is over. En jullie mogen een uh, vervangende carrière voor een FC 25 achterlaten. En Ajax carrière gaan we dus in 24 het huidige seizoen afmaken. En dan is het uh, wachten tot FC 25 uitkomt. En dan. Uh, Gaan we knallen met video's. Veel uploads gaan eraan komen. Ik hoop dat jullie de zin hebben. Drop een duimpje omhoog als dat zo is. Ben je nieuw? En kijk je uit naar het nieuwe wat gaat komen. Abonneer dan ook gerust. En uh, ja, dan check ik jullie allemaal graag bij de volgende video. Tot dan later.